De Fibbox is er weer. En dit keer niet in brievenbusvorm. Nee, in pakketvorm. Hij kwam dus met de pakketpost. En ik zie al dat erop staat dat het van Ziaya is. Dus ik ben heel erg benieuwd. Waarschijnlijk is het weer een box met allemaal Ziaya producten. En er staat op de box deze keer geen gewone Fibbox. Maar een speciale Ziaya box. Speciaal samengesteld voor de abonnees van de Fibbox. Ziaya bestaat al 25 jaar. En wordt in meer dan 20 landen verkocht. Maak kennis met Ziaya en laat u verrassen door de verscheidenheid en de kwaliteit van onze producten. Onze producten zorgen ervoor dat je van top tot teen verzorgd bent. Nou, Ziaya kennen we al uit de Fibbox. Er zaten al een paar producten in de vorige Fibboxen van Ziaya. Onder andere een handcreme en een oogcreme. Ja. En een paar proefjes. Dus ik ben heel erg benieuwd wat deze box te bieden heeft. En dit is wat ik zie wanneer ik de doos open doe. Een aardig gevulde, goed gevulde box volgens mij. Ja, zo te zien wel. Even kijken. De producten op de achterkant en een heel leuk kaartje. Als eerste zie ik deze bon. En dit is een bon voor 15% korting in de webshop van Ziaya. En die is geldig tot eind van het jaar. Nou, altijd meegenomen. Verder zie ik als eerst bovenop ontzettend veel proefjes zitten. Ik ga er even snel doorheen. Een Manuka Tree Purifying Normalizing Day Cream. Een Creamy Shower Soap Silk. Deze hadden we al. Dan zie ik ook een cacao butter cream voor de droge en normale huid. Twee keer geitenmelk. Dagcreme voor de droge en de gerimpelde huid. Geitenmelk, het klinkt heel spannend. Dan nog Natural Argan Oil Protective Body Butter. Dat klinkt wel heel erg lekker. En dan ook een Relaxing Face Mask. Delicate Skin with Delicated Capillaries. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Nog een Rose Butter Mask. En een Geitenmelk Face Mask. Nou, met de maskertjes zit het wel goed. Kan er even vooruit. Dan zie ik nog een Geitenmelk Body Balm erin zitten. Voor de droge en firmness lekkening skin. Ja, en de geur is lichtelijk zuur. Zoals, ja, geitenmelk ook ruikt, maar dan met een verzorgend tintje eraan. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik denk, ja, het is geitenmelk. En volgens mij is dat met name goed voor mensen met allergieën en dat soort huidtypes. Dus droge huid en allergieën huidtype. Ik ben hier heel erg benieuwd naar, want ik heb zelf geen droge huid. Ik heb meer een vette huid, dus waarschijnlijk gaat dit voor mij veel te vet zijn. Maar misschien dat ik er iemand anders blij mee kan maken. Dan zie ik nog van Ziaya Sensitive Creamy Antitransparant. Dus een deodorant roller. En die ruikt ook tevens heel erg neutraal weer. Er zit nog een Manuka Tree Purifying Deeply Cleansing Peeling Mask in. En deze is voor de vette en gecombineerde huid. Nou, dat komt dan wel heel erg van pas. Oh, de geur is heel erg lekker. Het is echt met Tea Tree. Oh, vind ik echt zo'n lekkere geur. Ik zie er nog in zitten een Anti-Shadow Eye Cream Cornflower. Dus dit is waarschijnlijk een oogcreme tegen wallen. Dus even kijken. Het zit wel heel erg goed ingepakt. Vind ik altijd wel heel erg professioneel. En dan ziet hij er zo uit. Persoonlijk vind ik oogcremes, ja, niet echt. Ik word er niet warm van, want het doet gewoon vrij weinig. Althans bij mij. Het is misschien goed voor de huid onder je ogen, maar echt tegen rimpels of tegen donkere kringen werkt het gewoon niet. Dan zie ik nog van Ziaya de Cacao Butter Cream. Improvise Skin Tone. Voor de normale en droge huid. En die ziet er zo uit. Een potje met 50 ml dagcreme. Of ja, buttercream. Ja, het ruikt gewoon echt naar cacaoboter. En dat was de box alweer. Allemaal producten van Ziaya dus. Een echte Ziaya box. Wat ik er leuk aan vind is dat er wel eigenlijk voor ieder huidtype wat in zit. En iedereen heeft dus wel iets in deze box zitten waar die waarschijnlijk iets aan heeft. Dat vind ik heel erg leuk eraan. Verder vind ik Ziaya wel een aardig merk, maar ben ik er niet razend enthousiast over. De handcreme uit de vorige box vond ik bijvoorbeeld niet zo lekker ruiken. En ook de oogcreme die ik van Ziaya al heb gehad, die doet vrij weinig. Dus ja, maar misschien met deze producten dat ik gewoon een betere beeld krijg bij het merk. Op de achterkant van het kaartje staan dit keer geen prijzen. Dus ik kan jullie helaas niet de prijzen benoemen. Maar ik weet dat Ziaya wel een budget of
een betaalbaar merk is. Dus ja, heel erg duur zullen de producten niet geweest zijn. Maar de waarde ligt waarschijnlijk wel weer hoger dan de €12,50 wat je voor de box betaalt. Dat was voor deze keer dit de box weer. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat het weten in de reacties. En vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal wanneer je dit nog niet had gedaan. En dan zie ik je heel graag snel weer. Doeg!